Welkom bij deze screencast over de sinusregel. We hebben zeg maar hier een soort scharnier. Twee vaste stukken die zeg maar hier en hier aan de muur bevestigd zijn aan het plafond. Scharnierpuntje. Als we deze lijn doortrekken, dan krijg je hier twee hoeken van 30 graden. En deze kunnen we ook doortrekken. Nou, en dan is hier een trekkracht van 600 newton. Nou, als we dat nou eens even versimpelen, gaan we als volgt doen. Deze lijn is eigenlijk de lijn die hier loopt, zo. Ik heb hier ergens horizontaal 600. Deze lijn hier, die zit dan zeg maar zo'n beetje hier. Waarbij deze hoek dan 30 is en die hoek is toch wel 30. En dan kunnen we eigenlijk het volgende maken. Als we nou deze lijn evenwijdig hier plaatsen. En dus deze lijn is evenwijdig met die. Dan krijgen we hier een nieuwe vector. Het zal deze gele zijn of oranje, die. En dan kunnen we een parallelogram maken. Want we doen diezelfde vector terug. Dan krijg je hier nog eentje. Nou, dit zijn de krachten die zeg maar respectievelijk hier en die andere zeg maar hier optreden. Nou, eigenlijk zijn we geïnteresseerd in dit driehoekje. Want als we die getallen weten, hebben we het sommetje opgelost. Dus ik haal dat driehoekje er even uit. Dan zeggen we zo, dus ik heb hier een lengte van 600. Ik weet dat deze hoek 30 is. En ja, er zijn gewoon, ik wil graag weten wat deze zijde is en wat die zijde is. En wat zijn de krachten in die scharnieren? Oké, laten we eens beginnen met letters geven A, B, C. Misschien zijn er nog wat dingetjes die we weten. Nou, als we even teruggaan in de tekening. Als ik hier nog een verticaal maak. Die zeg maar loodrecht hierop staat. En dit is 60. Dan kun je zeggen, oh dan is deze hoek is ook weer 30. Van 3 keer 30, 1, 2, 3, is dan weer 90. Oké. Nou, wat kunnen we daar nu mee? Als deze hoek 30 is, zou ik graag willen weten hoe groot is nou die hoek. Kijk, deze lijn en die lijn lopen evenwijdig. Dus als ik deze verticale lijn hier doorheen zou trekken, is dit ook weer een hoekje van 30. Maar ik heb hier nog weer een hoek van 90. Dus de hoek die hier zit, is 120 graden. Samen zijn de hoeken in deze driehoek 180. 120 en 30 is 150. Dus deze hoek, hoek C, is ook weer 30 graden. Oh, dat is grappig. Dan heb ik een gelijkbenige driehoek. Ja, want deze twee hoeken zijn gelijk, dus die hoek. Dan moet deze zijde ook gelijk zijn aan die. En kan ik meteen al zeggen, oh, dit is ook 600. Omdat het een gelijkbenige driehoek is. Goed, dan moeten we alleen nog de zijde AC berekenen. Nou, hoe kunnen we dat doen? We hebben een hoek en een overstaande zijde. Ik heb hier een hoek van 120 en ik wil de zijde AC weten. Nou, laten we het dus opschrijven. Dan heb ik AC, die wil ik weten, gedeeld door sinus 120. Is, nou welke weet ik? Ik weet AB. En dat is die 600. Gedeeld door de sinus van 30. Nou, ga ik er nog een keer invullen. Kijk, AC weet ik niet. AC gedeeld door sinus 120. Is AB 600 gedeeld door sinus 30. En dat is een half, hè? Nou, gaan we het uitwerken. Kruislinks vermenigvuldigen. Je mag hier kruislinks vermenigvuldigen. Dus dan krijgen we de AC keer de sinus van 30 is 600 keer de sinus van 120. Als ik hier nou eens deel door de sinus van 30. Ik deel ook door de sinus van 30.
Nou, dit is natuurlijk het getal 1. Dus die kan weg. Dus kan ik opschrijven. AC is. Nou, wat had ik dan berekend? AC is dan iets van 1, 0, 3, 9,23. Nou, dat is afgerond, is 1039 newtons dan, hè? Laten we nog even kijken naar de lengte BC. Vraagteken. Stel nou dat we het volgende doen. Ik weet hoek C en ik weet zijde AB. Dus dan krijg ik AB is 600 gedeeld door sinus 30 is BC. Die weet ik dan niet. Ook gedeeld door sinus 30. En dan kan er maar één conclusie zijn. Omdat de noemers gelijk zijn, volgt die uit. BC moet dan wel hetzelfde zijn aan die 600. Hè? Want dit is, deze 600, dat was AB. En dus eigenlijk volgt AB is BC. En dat komt omdat we te maken hebben met een gelijkbenige driehoek. Omdat deze twee hoeken hetzelfde zijn. Mooi, bedankt voor het kijken.